Welkom bij Vlog op Star 23. Goedemorgen allemaal. Ik moet echt nog wakker worden. Oh, ik ben echt moe. Ik heb al heerlijk geslapen op mijn nieuwe beddengoed. Oh. Het is maandag. Dat betekent dat het deze week kerst gaat worden, want het is de 23e nog 2 dagen. Oh jongens, de ene laatste dag. Zo snel. Het is een paar minuten over 8. Ik heb mijn wekker om 8 uur gezet. Want ik moet om 9:30 bij een vriendin van mijn moeder zijn. Die we hebben helpen verhuizen. Dan moet ik een paar spullen ophalen. Dus vandaar. Ik ga me even aankleden. Ik wil een beetje make-up op doen. En dan ga ik zo over een half uurtje op de deur uit. Een half uur. En ik lig gewoon nog in mijn bed. Goed jongens, check de lucht. Het is gewoon roze. Ik ga er deur uit. Ik heb geen make-up op gedaan. Ik heb me gewoon even snel roze aangekleed. En ik loop nu naar de bus. Ik heb mijn nieuwe rugtas om. Ik ben er zo blij mee. Ik ben er echt heel erg blij mee. Ik vind het gewoon fijn. Ik hou nooit van rugtassen. Als je gewoon zo bij die rits kan. Want ik ben altijd zo panisch. Dat ze dan in één keer je rugzak open ritsen of zo, weet je wel. Vind ik nooit zo chill. Maar dit vind ik op zich nog wel gaan. Ik moet hem alleen even recht aan, want dan moet zo schuin zweven. Dus ik weet niet wat. Maar ik heb net, voor ik wegging, mijn bed van de kant getrokken. En ik heb hem mijn kwartslag gedraaid. Hoe ik die als mijn eenpersoonsbed de laatste dag stond. Mijn bed staat nu dus gewoon recht voor mijn tv. In plaats van schuin. Want ik merk wel dat ik het gewoon heel irritant vind. Dat ik nu dus gewoon niet bij mijn bed kan. Wat betreft tenminste aan de andere kant. In het begin dacht ik, nou, is niet zo erg. Valt allemaal wel mee. Maar ik begin dat nu dus steeds vervelender te vinden. Dus ik heb mijn bed omgedraaid. En ik ga kijken hoe ik dat ga vinden. Als me dat bevalt, dan laat ik het zo. Want de loopruimte valt op zich mee. Maar voor mijn ouders mocht het niet. Omdat ze het dan anders vonden. Dat de loopruimte voor hun te smal was. Als ze snel mijn kamer hebben moesten. Maar ja, het is mijn kamer en ze komen er gewoon bijna nooit. Dus weet je, boeien. Het gaat nog regenen. Opa. Ik hoop dat er een busje niet mis. Want ik ben al veel later weggegaan. Dus hopelijk is het busje ook later. Want ik moet nu met het busje. Ik kan nu bij de metro. En dan moet ik een kwartier van wachten. En daar heb ik geen zin in. Kijk de lucht jongens. Ah, zo mooi. Dus ja, ik ga even heel gauw naar de Action. Daarna haal ik het karretje op. En dan ga ik weer terug naar huis. En dan ga ik nog eens kijken of me alles zo goed bevalt. Oh, nog geen busje. Volgens mij is het busje al geweest, heb ik het idee. Het zou me namelijk niks verbazen hoor. En dan denk ik dat ik gewoon lekker doorloop naar de metro. Ja. En dan pak ik in het centrum het busje, want dat kan ik natuurlijk ook doen. En natuurlijk dat maar gewoon gaan doen ook. Dus ja, mijn bed is gedraaid jongens in mijn kamer. En heel eerlijk gezegd, nu bevalt het me meer. Want nu kan ik ook gewoon tv kijken, want ik gebruik mijn tv niet meer. Omdat ik toch niet kan kijken door zo'n hoek. Dus ja, de kerstboom staat gelijk aan de andere kant van de kamer. Zo leuk. Ik ben er heel blij mee, maar goed. Winkels. Naar een vriendin van mama, een karretje ophalen. En dan gaan we weg. Goed, ik ben op bezoek geweest. Ik heb een vaas gehaald. Want ze had bloemen gekregen en ze had geen vaas. Dus ik ben terug naar de Action gelopen. Ik zit hier met mijn steekwagen in de metro. En ik heb even een roeslaken gehaald. Een paar van die harige kleedjes. Ik denk dat ze wel leuk voor bij mijn bed. Maar ja. Station. Ik moet even een doos halen en daarna ga ik weer naar huis. Station. Goed, ik sta nu bij de lift te wachten. Die komt hopelijk zo weer terug omhoog. Maar ik heb echt alles aan het karretje gehangen.
zodat ik niks hoef te sjouwen, alleen met karretje. Dus dat is wel heel fijn. Ik moet nu alleen nog even een doosje gaan halen. En dan ga ik naar huis met het karretje. En al. Toppie! Goed, ik ben thuis. Ik heb even een lippenstiftje opgedaan. Ik heb een klein vloerkleedje gehaald. En die heb ik ook voor mijn bed gehaald. En je ziet het gelijk, ik heb mijn bed gedraaid. Van die muur. Hij stond natuurlijk tegen deze muur aan. Heb ik een kwartslag gedraaid naar die kant. En jongens en meisjes, ik vind het zo echt serieus veel en veel leuker staan. Omdat ik nu van allebei de kanten erin kan. Ik kan gewoon langs mijn bed. En als ik in mijn bed lig, kan ik gewoon leuk tv kijken. Want dat kon ik eerst niet, omdat ik toen in een bocht moest kijken. Omdat mijn tv daar stond en mijn hoofd daar lag. Kerstboom staat nu in het hoekje daar. Superleuk, gezellig. Dus ja, oh, ik moet trouwens de adventkalenders nog doen. Dus dat ga ik ook gewoon gelijk even lekker met jullie doen. Dan kan ik ook gewoon lekker hier zitten. En het openmaken. Dus dat gaan we ook gewoon lekker doen. Dag 23, jongens. De ene laatste dag. Waar is die? Oh, hier. Hij is best lang. Ik sloop echt die hele kalender. God. Ik schreeuw me echt van helemaal goed. We hebben. Zo, deze mag er niet uit. Ik heb een, wat is dit? Shower gel. Oh, lekker. Een shower gel. Dat is nice. En ik trek dus echt die hele kalender nu. Helemaal kapot. Oh, oh, oh. Nou ja, morgen dag 24, die zit hieronder. En dan kunnen ze zo de kliko in. Maar goed, we hebben deze nog. Deze gaan natuurlijk niet de kliko in. Die ga ik lekker bewaren. Dag nummer 23. Daar is die. Heel benieuwd, het voelt best wel zwaar. Wat zit erin? Papier. Oh, dit is echt heel leuk. Een oogschaduwpalet. Oh, maar echt ook gewoon mooie kleuren. Een heel klein oogschaduwpaletje. Kijk. Oh, dit is echt heel leuk. Ik ga nog even wat moeite met focussen, zie ik. Maar het zijn echt gewoon neutrale kleuren. Oh, eyebrow. Oh, jongens. Dit is tof. Dit is een oog, wenkbrauwpaletje. En dit matcht nog best goed ook. Oh, hier ben ik heel blij mee. Dit vind ik heel tof. Super dit. Is dit dan? Is een soort eyebrow cream of zo. Gaaf. Heel leuk dit. Super tof. Een shower gel. En een wenkbrauwpaletje. Heel nice. Goed. Ik ben lekker even omgekleed, jongens en meisjes. Ik heb een voor het allereerst een kersttrui aan nu. Ik heb al die tijd geen kersttrui aangehad. En nu wel. Even een klein lampje aan. Niet zo heel groot. Ik heb dus mijn kersttrui aan. En ik heb een thermolegging aan. Lekker warm. Ik heb hier een lampje opgehangen. Omdat ik nu geen grote bureaulamp heb. Deze heb ik. Omdat ik mijn make-up lamp hier heb staan. Dus ja, jongens en meisjes. Ik ben lekker waar ik ben. Dit ben ik aan het opruimen. Dat is weer helemaal opgeruimd. Deze gooi ik even hier tussen. Allee. Sommige kasten zijn best wel dun kasten geworden, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar goed. Dit heb ik lekker opgeruimd. Dan kan ik spulletjes neerzetten. Aan die kant is het lekker opgeruimd. Hier is het opgeruimd. Ik ben lekker bezig. Ik ben even mijn pasjeshouder gaan pakken om mijn pasjes in te doen. Want ik maak te weinig gebruik van mijn portemonneetje om die hele tijd mee te zeulen. Dus dan is dit veel fijner natuurlijk. En ik ben lekker YouTube video's aan het kijken. En ik ga zo meteen mijn nagels even
Mag ik even afhalen. Dat doe ik vanavond nog. Of anders morgen. Maar ja. Dat valt me eigenlijk wel lekker allemaal. Zo is het hier geworden. Er staan de adventkalenders staan. Hier. En de tas met cadeaus staat daar. Ik moet nog eentje inpakken. Dus ja, jongens en meisjes. Ik vind het allemaal super leuk. Het staat heel erg leuk. En het staat lekker vrolijk. Ik ben echt heel erg blij mee. Gedaan voor kerst. Ik ben gegaan voor gewoon een classic zwart. Wel glimmend natuurlijk, maar wel zwart. Ja. Ik vond zwart gewoon leuker. Het is wat neutraal. Je kan er gewoon alles bij dragen. En ja, ik vind het gewoon super tof. Ze moeten nog wel een beetje drogen. Ze zijn nog een beetje nat. Vooral deze duim heb ik twee keer gedaan. Want de eerste keer pakte die echt heel lelijk. Dus die is twee keer gedaan. Maar echt, ik ben er zo blij mee. Kijk hoe lang deze blijft zitten. De vorige nagels die ik had, die bruin-rode-achtig, die bleef echt maar 2 dagen zitten. Dus hopelijk zit het iets langer dan 2 dagen, want het moet wel met kerst mee. En anders dan plak ik ze gewoon nog een keer op. Maakt me niet uit. Als ze maar blijven zitten. Goed, lieve mensen. Ik lig inmiddels tenminste alweer lekker in mijn bed. Hij staat nog steeds hoe ik hem heb neergezet. Alleen moet ik hem waarschijnlijk terugdraaien omdat er enige discussies hier ontstaan zijn in huis. Moet ik hem waarschijnlijk morgen terugdraaien. Jammer. Maar goed. Ik ga niet echt veel slapen. En ik zie jullie morgen bij de allerlaatste vlog. Zo jammer. Tot morgen allemaal. En slaap lekker voor mij dan. Doeg!